Vandaag speelden we echt een hele goede wedstrijd, denk ik. En de eerste helft lieten we het een paar keer na, was het tempo iets te laag. En ja, de tweede helft zat er alles in. Hele mooie goals. Adrie die ook weer terug is en scoort, heel blij mee. En, nee, dat deden we gewoon goed. Iedereen speelde echt een hele goede wedstrijd en nou, lekker. Zijn van jou persoonlijk zoveel dingen waar je vandaag tevreden over kan zijn? Bijvoorbeeld die voorzet op de 1-0, dat drukzet wat uiteindelijk resulteert in de 2-0 van Adrian. En bijvoorbeeld die mooie pegel van jouzelf. Nee, precies. Ja, zo ben ik bij een aantal goals betrokken. Dat wil je het liefst wel elke wedstrijd. En, ja, dat is voor mij heel, heel lekker. En ook wel natuurlijk na woensdag om, ja, om zo mentaal dit weten te brengen. En ja, dat voelt voor mij echt lekker. En over dat doelpunt, je zou toch gaan zeggen, clubs weten inmiddels wel wat die Kluiber kan? Ja, ja, blijkbaar niet. Nee, ja, gewoon schieten en ja, hij kan of de tweede ring ingaan of hij gaat ja, in het netje en ja, vandaag was het netje. Ja, tweede ring is er gelukkig niet. Nee, precies. Nee, het is de tweede al die ik zo score en ja, dat is voor mij natuurlijk lekker. Ik oefen hier wel vaker op en voor elke wedstrijd dan doe ik een paar ballen, terwijl het ook niet mag van de technische staf, want ze willen gewoon dat ik rust ga pakken, maar dan sta ik nog even 15 minuten na de training ballen te knallen op de goal. Nou ja, hoezo doe je dat eigenlijk? Rechtsback die bal op de goal te knallen, maar ja, je ziet maar. En dit is het eerste seizoen dat je er volgens mij 4 in 1 jaar inlegt, joh. Ja, dat is heel lekker voor mij en ik hoop dat ik nog niet klaar ben. Eigenlijk, hè? Had men misschien verwacht, oh, dat is een hele zware woensdag geweest, hè, waarin je diep hebt moeten gaan. En dan vandaag Sparta thuis, wat gaat het voor een wedstrijd worden? Het leek wel alsof jullie extra energie hadden juist. Dat hebben we wel echt bij elkaar aangehaald. Nou, woensdag is fantastisch wat je op de pot, op de mat neerlegt. Maar ja, zondag stond de volgende wedstrijd alweer te wachten. En het publiek verwacht gewoon weer diezelfde energie. Als team zijn, dan moet je dezelfde energie leveren. En ja, dat hebben we gewoon hartstikke goed gedaan. Natuurlijk ook Badje Ramselaar die het vandaag 2 in schiet. Heel lekker voor hem ook en ik ben trots op hem ook. Ja. En je hebt nog iemand blij gemaakt vandaag? Oh, wie dan? Shirtje. Oh ja. Ja, als je wint dan doe je dat soort dingen. Nee. Nee, er stond weer iemand met een bordje aan de zijlijn en... ja, ik heb het heel lang niet gedaan, want de shirts wordt de materiaalman boos. Maar vandaag was zo'n dag dat het gewoon kon. Zo'n Kluiberdag. Ja, ik ben blij dat ik zo'n aandeel kon leveren in de wedstrijd. En voor de rest lekker herstellen en zaterdag mogen we weer. Ja. Zaterdag mogen jullie weer. En denk je dat jullie nu ook weer gewoon lekker een beetje naar boven kunnen gaan kijken? Ja, dat wil ik wel. Je wilt elke keer naar boven kijken, dat wil je als voetballer en je wilt het uiterste uit het team halen en dat is ook wel belangrijk.